gaan naar Bob Vennebeumer, want die staat bij de heren. Shane, 8 jaar niet gespeeld, 3 maanden keihard getraind, tevreden? Ja, ik had natuurlijk graag willen winnen, maar je moet wel gewoon tevreden zijn met het spel wat ik gespeeld heb. De dingetjes waar ik goed in ben, die lukten. Dus, maar Andy is gewoon te sterk. Dat was niet alleen nu, maar cruciale wedstrijden, grote wedstrijden in mijn carrière, kwartfinale en kwartfinale Grand Slams en finales van Grand Prix. Hij was me altijd te sterk. Behalve in 2001. Ik heb hem 1 keer kunnen pakken, maar dat was round of 16. Dus dat was natuurlijk niet zo'n grote wedstrijd. Maar hij was gewoon te goed. Maar het publiek heeft gewoon, denk ik, genoten van mooi tennis. Weinig fouten, veel rallies. Leuk. Jij zei van de week van nou, ik kan die backhand niet meer zo goed doorslaan. Ik heb hem toch wel gezien vandaag hoor. Ja, dat klopt. Dus hij was er weer. Hè. Dus ik had vandaag iets meer problemen met mijn voorhand. Ik miste er een paar. Maar ja. Ik heb nu weer 1 jaar om te trainen. Volgend jaar kom ik nog iets scherper hier, dat ook wel heel wat beter loopt. Dus, Hoe ziet zo'n training dan uit na volgend jaar? Het is natuurlijk een heel eind weg, maar ga je daar dan een plan voor maken of hoe werkt dat? Nou kijk, ik begon op niks. Hè. Ik had natuurlijk een lichaam wat natuurlijk niet meer gesport had. Nu ben ik rollende, dus mijn lichaam is weer wat fitter. En van daaruit onderhoud ik het beter. Ik denk in 2-3 maanden voor het toernooi ga ik wat meer wedstrijdjes spelen. Want ik merkte wel dat de klappen erg hard op mijn spieren waren. Ik heb me wel meegetraind, maar een wedstrijd zoals hier tegen die sterke jongens, dan moet je toch wel bijzonder fit zijn. Nou, het zou het leuk zijn als je volgend jaar super fit terug bent. En hopelijk de trofee kan pakken, daar gaat het om. Dan hou ik je eraan. Oké, goed zo. Dankjewel, bye. Andy, congratulations. The day before yesterday you told me that you were a little bit afraid because Shang had been training for 3 months, yeah. And you didn't. Yeah. Well, it came out. Well, you know, I actually played well here this week. That's not the normal for me these days. I normally miss more balls and don't serve quite as well. In the last 3 days I actually felt pretty good, so I had so much fun here to be able to play Richard and Shang in their home country was a real treat, and to see old friends is my first time in Holland, and so we had a couple nights in Amsterdam before the tournament started, and then it was nice. My wife and I were here just looking around and seeing some things, and it was great. It was a perfect trip. Is the possibility there that we can expect you back? Well, I hope so. You know, it's up to the people who run the tournament. So I'm happy to. I'd be thrilled to get an invite back. Do you combine it with other tournaments? I'm going to play next week in London also. So I have 4 days off now, which I need, and then next weekend again. So that's what's up next, and what's up after that? Oh God, I have no idea. I don't play much tennis. I hadn't left the United States since I retired. So it was nice to get over here and see some old friends and enjoy Europe a little bit. So, but past next week, I have no idea when I play again. Thank you very much. Have a nice time. Bye.